Michele, wat was dit voor een bizarre slotfase? Ja. Voor het publiek misschien mooi, minder voor ons. En, ja, zo'n wedstrijd uiteindelijk, zeker aangezien dat hij pas een kwartiertje afgelopen is, waar de tactiek en het technisch, wat een aantal dingen niet goed waren, ja, niet interessant zijn. De scheidsrechter heeft gewoon een wedstrijd die misschien meer verdiende gelijkspel gewoon verpest. En, nee, maar je wil zeggen, het was geen terechte rode kaart? Het was een rode kaart voor allebei. En ik vind als jij een rode kaart uitdeelt en aan de andere geef je geel, ja, dan vraag ik me af waarom geef je geel. Je kan slaande beweging is altijd rood. Er is geen eindje is in je gezicht is rood en eindje is niet in je gezicht is geel. Je kan ook zeggen, als je allebei gaat worstelen, dan moet de oudste van de twee de slimste zijn en lekker zijn handen ervan aftrekken. Ja, maar dat zegt een supporter op de tribune die lekker warm is en die niet op het veld te strijden is om een overwinning binnen te halen. Dat vind ik allemaal bullshit en clichés. Het is gewoon een duel en een jongen van 55 slaat als eerste. En de reactie van Twan is niet goed te spreken, maar allebei slaan. En het grootste probleem is dat als de scheidsrechter de eerste beweging niet ziet en hij geeft alleen rood aan Twan en geen geel, dan kan ik nog zeggen de scheidsrechter heeft het niet gezien. Maar als je geel gaat geven, betekent dat je iets hebt gezien. En volgens mij zit geen geel op het reglement voor slaande beweging. Is het ook een beetje een optelsom van nou ja, een aantal momenten in de afgelopen maanden misschien wel waarin je je bestolen hebt gevoeld? Nou, met name in deze wedstrijd heeft hij niks goed gedaan. Dus, hij heeft te veel in het grijs gebied gezwerven. Waarom... En het vindt, eerlijk gezegd vind ik ook heel jammer om over dit te praten. Weet je? Nu gaat het alleen over de scheidsrechter. Hij is gewoon matig. We hebben hem 3 keer gehad, 3 keer heeft hij matig gefloten. Ik moet gewoon leren accepteren dat in de KKD krijg je gewoon matige scheidsrechters. Ja, dan zaten er ook nog, je zou het niet bedenken, maar er zaten ook nog 75 minuten ervoor. Het leek eigenlijk lang wel richting een punt te gaan. Is het, ja, was het uiteindelijk ook daarin gewoon ergens net niet goed genoeg? Ja, het was een wedstrijd in balans. En, bevlagen deden we het goed, bevlagen minder, bevlagen was het beter. En, mag in een gelijkspel eindigen. Is ook niet schandalig als je tegen nummer 5 gelijk speelt, of nummer 6. En alleen nogmaals, er spelen 22 spelers op het veld en het gaat om hun die 22 en niet om die pinguïn in het blauwe die daar rondloopt. De pinguïn in het blauwe, we hebben er een nieuwe metafoor bij gekregen. Verwijt je je eigen spelers ergens nog iets? Oh, als ik de wedstrijd ga teruganalyseren, er zijn genoeg dingen die we niet goed hebben gedaan, maar dat heb je al elke wedstrijd. De strijd was goed. We hebben niet alles uitgevoerd wat we wilden uitvoeren zoals we wilden uitvoeren. Logisch, voorin waren we een beetje apathisch, terwijl in de opbouw creëer je redelijk vaak wel de ruimte. Je hebt nog een paar kansen. Nogmaals, morgen kan ik weer gaan zitten met mijn jongens en dan gaat hard gaan werken om ze beter te maken. Dat is het enige wat ik kan doen.